Goedenavond, welkom op de gemeenteraad van donderdag 23 mei. Het is 19 uur en laat ons beginnen. Het eerste punt is het goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering. Zijn er nog vragen of opmerkingen daaromtrent? Nee, kunnen daar stemmen? Plus, nul of min? Tonie. Dank je voor die. Nee. Wesley. Ja. Goed. Gewoon het nog eens. Ja. Maar dat kunnen we geen stil doen. Ja. Ben je hier over dat? Ja. Dat is Jan, wil je hier dan? Ga je de microfoon? Ja, de microfoon. Het is gebeurd. Ja. Oké, nog een.
kom het net zo. Wordt dat ook genoemd vanavond? Ik kan het naar een zien staan op Facebook. Ik heb het niet zien staan op Facebook. Ik heb het niet zien staan. Maar die week, van de 24 en de 25 juni, hebben we gewoon ik weet niet of het komt. Ze hebben dat van die man. Enorm. Ligt dat bakje? Ja. Ja, dat wil je niet maken. Dat ligt hier nog een stuk die niet geboekt is. Dat wil ik niet. Zie je hem volgen? Gaan we moeten naar... Het is dat, ja, van de eigen. En een rode boy. Voor Bart. Zijn er geen andere? Ja, het anders wel. Ja, daaronder, iedere keer onder. Ik weet niet meer verkeerd, dat is dat boven. Een beetje dichter zitten dan je hier, een beetje dichter zitten. Het is een lange dag, niet op beeld. Maar hier zijn dan gewoon bij naamafroeping stemmen. We gaan stemmen bij naamafroeping.
tot dat probleem opgelost is. Ja. Van der Jeugd Francesco. Moerkerke Heert. Ja. Van der Meers Gwendolin. Ja. De Pree Jury. Ja. Verhagen Chris. Ja. De Puit Nathalie. Ja. Wellaert Ludwig. Ja. Van Isakker Mark. Ja. Vertriest Van de Putte Herda. Ja. Van Wallenhem Sarah. Ja. Le Sage Patrick. Ja. Balein Heidi. Ja. De Pree Frankie. Ja. De Meulenare Esther. Ja. Loa Jicarin. Ja. Le Mailleux Tom. Ja. Van den Bulke Miet. Ja. Verhoeven Bonnie. Ja. Koopman Bart. Ja. Maton Lies. Ja. En de voorzitter. Ja. 21 keer, ja. Volgende punt om... Dankjewel, voorzitter. In zitting van de gemeenteraad van 17 januari 2017 werd Sipal aangesteld als informatieveiligheidsconsulent voor de gemeente en OCME van Staden. En Sipal was de restvoorganger van het huidige SIS-Maart. Als gemeente zijn we verplicht eigenlijk een functionaris gegevensbescherming aan te stellen, die voldoet aan de voorwaarden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Die functionaris, meer bepaald, of ook beter genoemd de DPO, die, wordt eigenlijk, of die krijgt een aantal opdrachten mee, zoals de naleving van de verordening controleren en van de andere gegevensbeschermingsbepalingen van de Europese Unie en de interne regels van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker, bijstaan van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker in de gegevensbeschermingseffectbeoordeling, bijstaan van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker in de opmaak van het register van de werkingsactiviteiten, samenwerken met de toezichthoudende autoriteit, fungeren als contactpersoon, zowel voor interne medewerkers als externe betrokkenen. Op de gemeenteraad van 26 april 2018 werd voor deze functie de heer Pieter Sellenslag aangesteld. Nu werd vanuit 6 maart, na het vertrek van de heer Pieter Sellenslag, uit een organisatie een nieuwe functionaris gegevensbescherming toegewezen aan de gemeente Staden, meer bepaald de heer Dieter van de Putten, die eveneens voldoet aan de voorwaarden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Graag de goedkeuring van de Raad hiervoor. Zitting van intercommunale Hazel-West op 17. Ja, dank u wel, voorzitter. Voor Hazel-West werd er dus, de gemeente Staden werd dus per aangetekend schrijven opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van Hazel-West op aanstaande 17 juni 2019. De agenda bevat volgende punten. Kennis nemen van de verslagen van Hazel-West en de Raad van Bestuur en van de commissionaris over het boekjaar 2018, goedkeuring voor de jaarrekening van 2018, kwijting verlenen aan de bestuurders, een evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging de vorige 6 jaar,
aanbod openbare verlichting 2.0, de uitbreiding van de activiteiten en statutaire benoemingen en mededelingen. Graag jullie goedkeuring voor deze agenda. Vragen? Ja, meneer. Ik zie dat punt 5 van de agenda gaat over de openbare verlichting 2.0. En daar zat daar een summiere toelichting bij van Hazelwest, waarin dat ze zeggen, ter zitting zelf zal vastgesteld worden welke gemeenten beslist hebben gebruik te willen maken van het aanbod OV 2.0 en dit ondertussen in een gemeenteraadsbeslissing hebben geformaliseerd. Dus mijn eerste vraag is wat dat inhoudt, die OV 2.0, en of onze gemeente Staden daar positief op geantwoord heeft of niet. Ja, minister. Moet je het woord geven? Nee, het is zo, dus er is daar nog geen standpunt ingenomen. Ze hebben een toelichting gegeven. Het gaat er globaal over dat zij de openbare verlichting overnemen en dan de exploitatie en de onderhoud op zich nemen. Komt daar ook hoe zou ik zeggen, een financiële bijdrage van hun kant, een eenmalige bijdrage, bij te passen aandelen van de organisatie. Maar we hebben daar nog niet op ingestapt of in die zin een antwoord op gegeven, omdat ik hen ook nog een keer met de Aldi en de Fidi apart wil horen, samen met Schepen van Openbare Werken, om dan nog een keer heel minutieus alles af te wegen, dan nog een keer opnieuw in het college. Dus ik denk, het punt 5, dat heel wat gemeenten daar nog niet zullen kunnen op antwoorden daar, tijdens die vergadering. Ik denk dat dat een beetje voorbarig is, dat agendapunt. Heel wat gemeenten zijn daar nog niet uit, ook wij niet. Het is toch nog altijd een stukje openbaar domein. Patrimonium van de gemeente, die toch wel een beetje fundamenteel is. Om dat zomaar uit handen te geven. Allee, het is nog niet helemaal duidelijk wat de pro's en de contra's zijn voor ons, dus we moeten dat nog verder onderzoeken. Dus ik denk dat dat punt 5, ja, een beetje te voorbarig is qua... Nou, wat zien, misschien gaan er een paar gemeenten toch al een engagement daar uitspreken, maar... Ja. Zou het straf vinden dat ze dat dan al langs de gemeenteraad hebben gepasseerd in die tijdspannen? We gaan zien. Maar vanuit onze kant zal er in ieder geval geen standpunt ingenomen worden daar. Oké, bedankt voor de uitleg. Het was misschien wel leuk en interessant als de vergadering voorbij is, om dan een keer de volgende gemeenteraad ter info en mee te delen wat er gebeurd is over dat punt. Hey, gewoon een keer meedelen ja, dat jullie de volgende gemeenteraad gaat dan al voorbij zijn. Hey. Het is 17 juni, dus op de gemeenteraad van eind juni. Ik kan kort zeggen hoe dat de stand van zaken is. Ja, en wat dat het voorstel inhoudt en ook wat het misschien financieel gaat inhouden voor ons, als ik hoor dat ze overnemen en dat ze betalen. Oké. Op de algemene vergadering aanstaande 24 juni 2019 wordt de volgende agenda voorgelegd. Het kennisnemen van de verslagen en de raad van bestuur over de commissaris over het boekjaar 2018. Goedkeuring van de jaarrekening in Frax West, afgesloten op 31 december 2018. De kwijting, het evaluatieverslag, het aanbod terug openbare verlichting en de statutaire benoemingen en mededelingen. Graag jullie goedkeuring voor deze agenda. Kunnen we overgaan tot de stemming? Nee.
16. Punt is dan unaniem goedgekeurd. Volgende. Is het goedkeuren agendapunten en vaststellen mandaat vertegenwoordiger voor de algemene buitenvergadering, voor de algemene en buitengewone algemene vergadering van dienstverlenende vereniging Midwest op 25 juni? Een toelichting van Schepen van der Meers. Dank u wel. De algemene vergadering gaat over de volgende agenda. Op 25 juni het verslag van de algemene vergadering van 26 februari 2019. Het jaarverslag, de goedkeuring van 2018. Goedkeuring van de jaarrekening 2018. De kwijting aan de bestuurders en de revisoren. Goedkeuring code van goed bestuur. En statutenwijziging, goedkeuring van de minister. Graag jullie goedkeuring voor deze agenda. Vragen of opmerkingen? We kunnen overgaan tot de stemming. Ja, het punt is unaniem goedgekeurd. Volgende punt op de agenda is het goedkeuren van de dagorde, aanstellen van de vertegenwoordigers en vaststellen van hun mandaat voor de algemene vergadering van SIPAL van 27 juni. Schepen van der Meers. Ja, dank u wel, voorzitter. Op de volgende algemene vergadering van SIPAL 27 juni 2019 worden de volgende agendapunten geagendeerd. Toetreding en aanvaarding van de nieuwe deelnemers. Het jaarverslag van 2018. De enkelvoudige jaarrekening en de consolideerde jaarrekening. Kwijting, benoeming commissaris. Bepaling van het presentatiegeld en de reisvergoeding. Een evaluatierapport van 2013-2018. En aanpassing aan de rangorde. Graag jullie goedkeuring voor deze agenda, alsjeblieft. Vragen of kunnen we overgaan tot de stemming? Ja. Unaniem goedgekeurd. Volgende punt op de agenda is het aanduiden vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten. De VZW voor de legislatuur 2014-2024. Schepen van der Meers. Dank u wel, voorzitter. Als het gemeentebestuur van Staden is lid van de OVSG en volgende afgevaardigde aan te duiden voor de algemene vergadering. Schepen van Onderwijs, de heer Jurie de Pree, wonende te Staden, zouden wij naar voren schuiven als vertegenwoordiger van de OVSG. Graag jullie goedkeuring of stemming, Stemming. Vragen, Jan-Michel van Belken? Jullie, ja, welk nummer wonen je? Het vorige artikel en nummer 10, nee, zijn we nummer 10. Misschien een van de 10, ze putten ze. Je zou misschien mijn dingen zien. Kunnen we overgaan tot de stemming? Dan neem je mijn hand. Het punt is unaniem goedgekeurd. Goedkeuring van het jaarverslag en financieel verslag 2018. Ja, dank u wel, voorzitter. De gemeente werkt samen met de gemeenten Moorslede, Houthulst, Langemark, Poelkapelle voor het sportbeleid onder VISO. Het jaarverslag van 2018 bevat de volgende activiteiten. De G-sportdag die doorging op 28 maart 2018. De atletiek vierkamp op 8 mei. De provinciale sportdag voor het gemeentepersoneel. Daarnaast is er ook nog een planning opgenomen voor 2019. De G-sportdag 27 maart, atletiek vierkamp 25 april en de provinciale sportdag die doorgaat op 12 september 2019. Het saldo van het boekjaar is in plus 1479,36 euro.
Graag jullie goedkeuring voor dit verslag. Mevrouw Van den Bulke. Welke twee gemeenten waren dat die te laat betaalden? Dat kan ik daar niet uit opmaken. Dit twee gemeenten die te laat betaalden? Nee. Ja, het had een van de vier geweest. Twee van de helft van de vier. Een van de drie. Ah, Stan was er niet bij. Ja. En toen, hoe komt, weet u waarom dat de betwisting was om die subsidie uit te betalen pas in 19 in plaats van in 18? Nee. Ik denk dat. Jan, burgemeester. Ja, dat was omdat er een tijdje sprake was om binnen het intergemeentelijk verhaal verder te stappen. Met de gemeenten onder sport en eigenlijk visio op te doeken. Dat was eigenlijk, denk ik, vorige legislatuur, vorig jaar. En dan is dat opgeschort geweest, omdat we eerst gewoon zeggen van welke richting gaan we met visio uit. En dus dat is vandaar die betwisting eigenlijk. Of die onderbreking. Ja. Kunnen we overgaan tot de stemming? Het punt is unaniem goedgekeurd. Het volgende punt op de agenda is de kennisnemen van jaarverslag 2018 van de woondienst regio Roeselaar. Dit punt wordt toegelicht door Schepen de Pree. Dankjewel, voorzitter. Zoals u weet is de woondienst regio Roeselaar een samenwerksverband tussen verschillende gemeenten, waaronder Hoogleden, Lichtervelde, Moorsleden, Roeselaar en Staden. Die er is eigenlijk ter ondersteuning van alle huurders, verhuurders en die alle vragen rond huurders, verhuurders, verbouwen en dergelijke beantwoord. Zoals elk jaar dient eigenlijk die woondienst een jaarverslag te maken die ter kennisname moet liggen voor de gemeente. En dat jaarverslag dat bevat ondertussen ook wat er allemaal gerealiseerd is naar activiteiten. Die omvat ook de rekeningen en die omvat ook het verslag van de accountant. In concreto, wat het betekent voor Staden, werd hier ook een evaluatierapport opgemaakt over die ingezette instrumenten en de uitgewerkte acties in de afgelopen legislatuur. Werd ook een kopje tonen, werd eerst voorgesteld in 2017 en werd verder aangevuld. Er werd ook heel wat cijfers bijgehouden die gekoppeld kunnen worden aan de activiteiten van het besluit van de Vlaamse regering. En die cijfers bepalen mede acties die genomen worden in het subsidiedossier 2019. Er werd een omlevingsanalyse 2018 opgesteld. Er was ook een samenwerking met de firma C-Smart voor begeleiding op vlak van de GDPR. En het subsidiedossier werd verder uitgewerkt en goedgekeurd voor het overgangsjaar 2019. Die ook de aanzet moet vormen ook voor de nieuwe gemeentebesturen en die de krijtlijn voor het woonbeleid 2025 moet uittekenen. Vorig jaar zijn er 2 maal lokaal overleg in Staden geweest, in februari en in december. En er werd ook een omgevingsanalyse wonen opgemaakt en besproken. De goedkeuring van de subsidie 2019 werd opgemaakt of werd goedgekeurd en er werd een opmaak van de beleidsplan 2025 gestart. Wat het loonoklet betreft zijn er vorig jaar 50 zetdagen geweest, telkens in de voormiddag op donderdag. In totaal werden hiervoor 579 consultaties geweest, waarvan dat er 447 unieke bezoeken waren. Dat is een licht aantal stijgen, of een aantal klantcontacten is stijgend, ten opzichte van 2017. Er werd een overzichtsfolder van de premies uitgewerkt of bijgewerkt, die via de website beschikbaar gemaakt werden. Via het woonloket waren er in 2018 13 inschrijvingen voor het SVK en 17 voor de Mandel. Het woonloket vond plaats binnen de muren van het Sociaal Huis met het oog op een direct contact tussen de sociaal adviseur en de sociaal diensten. Op die manier kan er samenwerkt worden in de ondersteuning van kwetsbare gezinnen. Er werd een registratieprogramma aangekocht, namelijk Woonsoft, om de loketvragen te kunnen opvolgen. Naar woningkwaliteit toe werden er 7 woningonderzoeken in de gemeente gemaakt in de private huurmarkt, 2 onderzoeken in verband met de conformiteit van SVK-woningen en waren er 5 officiële onderzoeken. Op 1 januari waren er 21 woongelegenheden te huur in de gemeente, waarvan dat er 19 eigenlijk een conformiteitsattest hebben ontvangen.
De werkgroep woningkwaliteit van de gemeente kwam samen tweemaal, dus eenmaal op 5 juni 2018 en eenmaal op 1 februari 2019. Er waren 4 beslissingen in zaken verwaarlozingen, waarvan dat er ondertussen 2 woningen geschrapt zijn. Er werd ook een nieuw technisch verslag opgemaakt en er werden afspraken gemaakt met de ruimte, of met de dienstruimte voor opvang van die registratie. Er werd ook een traject afgerond rond seizoensarbeiders. Het betreft hierin 47 bedrijven met 406 plaatsen. Er werden 3 bedrijven gecontroleerd en er werden 7 conformiteitsattesten uitgereikt. Dus de woondienst heeft dan ook advies bij nieuwe omgevingsvergunningen die betrekking hebben op de huisvesting voor seizoensarbeiders. Er werd een gemeentelijk reglement ter bestrijding van verwaarloosde woningen en gebouwen goedgekeurd in het voorjaar van 2017. En aan de hand van dit reglement werden verwaarloosde gebouwen en woningen opnieuw vastgesteld en geïnventariseerd op het gemeentelijk register. In staat waren dat op 31 december 5 panden, er werd wel geen cohier gesteld in dat jaar. 54 woningen vertonen leegstand en er zijn 10 cohieren verstuurd daarvoor. Er werd ook een woonbeleidsconvenant afgesloten met de VMSW. De gemeenteraad gaf hiertoe reeds de goedkeuring. Er werd ook wat in zaken de versterking van de huurmarkt en de positie van de zwakke huurder. Er werd wekelijks werd een lijst opgesteld met woningen en appartementen die te huur staan in de regio. Dit om kwetsbare gezinnen te ondersteunen in zoektocht naar een huurwoning. Voor staden zijn er 663 private huurwoningen en 255 sociale huurwoningen, wat een totaal maakt van een kleine 1000. Qua energie werd in staden actief meegewerkt aan de campagne Groene Stroom van de provincie. De woondienst neemt in deze de loketwerking toe. In 2018 waren er 601 inschrijvingen voor deze campagne. De woondienst begeleidde aanvragen van de Vlaamse energieleningen. De WIVI verzorgt in Stadhuis Verroeslaar een maandelijkse zetdag, waarbij ondertekening van de lening kan gebeuren en er plaats gemaakt wordt voor individuele problemen in zaken lening of terugbetaling. Er is ook een doorwijzing van ons dienst naar de energiesnuur, zorgt ervoor dat de dienstverlening blijft groeien. In staden waren 41 basiskans en zijn er 11 opvolgingskans gegeven. Wat middelen betreft werd 2018 uit afgesloten met een negatief resultaat van €7.370. Maar dat komt eigenlijk omdat er een deeltijdse equivalent meer aangenomen werden volgens de subsidieregeling die voor 2018 getroffen werd. Voor 2019, dus volgende maand, komt er inderdaad een nieuw subsidiedossier op de raad van juni. Dat is ondertussen reeds voorgesteld. In die zin, vroeger was het zo dat de subsidie eigenlijk gemaakt werd op basis van het aantal voltijdse equivalenten. Nu wordt er eigenlijk een subsidiedossier gemaakt eigenlijk volgens een aantal actiepunten, een aantal basisactiepunten en een aantal supplementaire actiepunten waarbij meer punten kunnen verdiend worden, waardoor ook meer subsidies kunnen aangevraagd worden. Globaal zou het aantal subsidies moeten gelijk zijn ongeveer met de subsidieregeling van voorgaand. Het is een kennisname. Ik weet niet of hier vragen zijn rond dit punt. Ja? Ja, ik heb een vraag in verband met dit jaar eigenlijk. Wat zijn de actiepunten van 2018 of die wel? En welke zijn de actiepunten van 2018 die niet opnieuw worden meegenomen naar 2019? Ja, ik heb nu dat dossier me niet helemaal bij me. Ja, ik heb hier inderdaad de subsidies hier voor 2025 bij mij. Dus de opbouw zijn een aantal beleidsprioriteiten. Dus waarbij dat de gemeente moet zorgen voor divers en betaalbaar woonaanbod, afhankelijk van de woonnoden. De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving. En de gemeente informeert, adviseert en beleidt inwoners met vragen over wonen. Dat zijn verplichte activiteiten voor alle gemeentes. En er is ook een keuzelijst eigenlijk van aanvullende activiteiten en er is ook mogelijkheid tot ontwikkeling van eigen activiteiten. Rond subsidiëring wordt eigenlijk eerst vanuit het voor een basissubsidiëring. Deze wordt berekend op een aantal subsidiepunten en een punt is €12.000 waard. Nu, wat eigenlijk in concreto de punten zelf betreft, eigenlijk zijn er een aantal verplichte activiteiten die we moeten doen.
Dat is eigenlijk gewoon de lokale woningmarkt in kaart brengen. Kerncijfers over de woningmarkt bespreken op het lokaal woonoverleg. Ruimtelijk beleid betrekken op het LWO. Voorzien in een aanbod nood- en doorgangswoningen. Een gecoördineerd lokaal sociaal beleidsplan voeren. En leegstaande woningen en gebouwen opsporen, registreren en aanpakken. Dat zijn basisprioriteiten, die moeten we gaan doen. Daar kunnen we niet vanuit, dat is jaarlijks zo. We kunnen ook een aantal aanvullende activiteiten eindelijk gaan indienen. En hiervoor naar de beleidsprioriteit 2 werd ingespeeld op de maatschappelijke noden. En werd er eigenlijk een instrument rond zorgwonen eigenlijk ingesteld. Bekendmaking en sensibilisering, stakeholders, controle- en handhavingsinstrumenten. Is er een effectieve ondersteuning? Is er een verplichting om de huurprijs en de gemeenschappelijke lasten van private huurwoningen bekend te maken? Moet die opgevolgd worden? En als die niet zit, zal die ook beboet worden. Voor de eveneens moet er gewerkt worden aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving. Dus er moet eigenlijk een gecoördineerd lokaal woonkwaliteitsbeleid gevoerd worden. Volgens de uitvoering, volgens de wettelijke verplichtingen, die voldoen aan de woningcontroleurs. Er wordt een strategie uitgewerkt over de toepassing van het gemeentelijk instrument over de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium. Er worden verzoeken gericht aan huurders om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren. Die moeten geregistreerd worden en die moeten geïnformeerd worden over hun rechten. Dat zijn de verplichten. Er kunnen ook een aantal aanvullende activiteiten zijn die op één initiatief kunnen conformiteitsonderzoeken uitgevoerd worden en kunnen de conformiteitsattesten gratis afgeleverd worden. Er moet een afwakening komen onder van het oude huurpatrimonium, dus eigenlijk stimuleren van eenaars tot aanvragen van een conformiteitsattest. In de gemeente Lichtenvaarde, Hoorlie, Staan en Moorslieden betreft het eigenlijk een doelstelling van 10 woningen dat ze willen onderzoeken op één initiatief. En ook ja, die conformiteitstesten moeten verder gratis uitgereikt worden. Er moet kan een verordening vastgesteld en toegepast worden met strengere veiligheids- en kwaliteitsnormen voor kamers. Er kan ook een verwaarloosde gebouwen en woningen opsporen, registreren en aanpakken. En er is ook een afsprakenkader met het SVK en het kader van conformiteit voor het patrimonium. Ja, maar ik hoor u vooral de verplichten zijn, maar ik heb het eigenlijk vooral over concrete acties zoals de woonbuddies die werden gebruikt in het verleden. Dat was specifiek in samenwerking ook met CAW. Ik heb het ook over de woningkwaliteit die werd aangepakt. Dat is gebeurd in een straat in Roeselare. Gaan ze dat doortrekken naar de andere gemeenten van de woondienst? Ik heb het meer concreet daarover, de verplichting. Ja. Ja, sowieso, als je zegt van die woonkwaliteit, inderdaad, met die conformiteitsattesten zal er zeker verder op ingezet worden. Dat is duidelijk. Dus er gaan... Het gaat echt over het begeleiden van mensen bij het renoveren van hun woning en over het, ja, hoe zou ik het zeggen, de kwaliteit verbeteren door beter te isoleren en door mee te gaan kijken met die mensen van... Wat kan er hier aangepast worden in uw woning om een kwaliteitsvollere woning te hebben? En waar kun je premies aanvragen? Ja, want dat zit dan standaard onder de diensten van de woonsysteem. Daarvoor is ook die voormiddag hier eens langskomen om eigenlijk de vragen te beantwoorden en te stellen eigenlijk. Maar dat zit daar niet standaard in. Ze hebben dat in Roeselaar in één straat gedaan. En mijn vraag is, gaan ze dat in de toekomst gaan ze dat ook in de andere gemeenten doen? Of is daar nog niet over gesproken? Daar is nog niet over gesproken, is dat er toe, eigenlijk. Ja. Los van wat ze het nog gaan doen of niet, men kan ook altijd beroep doen op de mensen van de woondienst om thuis te laten komen om te kijken of er verbetering is. Dat is een standaard gegeven dat ze gaan blijven doen. Maar met betrekking tot dat specifiek project, daar is er nog geen terugkoppeling. Ja, meneer Koolen. Nu, ik had wel begrepen vanuit de Raad van Bestuur, de Algemene Vergadering, dat men wel een aantal projecten zal doen, met, maar de naam van het project ontsnapt mij, maar een aantal projecten met wat kwetsbare mensen, waar dan men eigenlijk zeer aanklampend zal gaan werken, eigenlijk binnen een soort van, het is voor hen een laatste kans, in de vorm van op de huurmarkt. Dus dat men daar wel echt heel aanklampend met een heel beperkte groep zeer intensief zal werken om te maken dat zij daar alles op orde krijgen. En dat zijn eigenlijk mensen die binnen op de grens staan om uit hun huis gezet te worden. Ja, ja.
Ja, meneer Willaert. Ja, ik hoor u in uw uiteenzetting zeggen dat er ook gewerkt wordt met energieleningen. Het zou mij interesseren hoeveel stadenaars dat er daar beroep op doen, op de energielening. Vroeger was dat van de WVI van de provincie. Nu is dat via de woondienst inderdaad. Nu, ik weet niet of het in het verslag staat of niet, maar het is zeer, zeer interessant om te weten hoeveel stadenaars dat er daar beroep op doen. En als er dan niet veel zijn, dat er daarvoor inspanningen gedaan worden om dat omhoog te krikken. Ja, ik ga dat bekijken. Ja, het zou interessant zijn om dat ik door te mailen naar alle raadsleden hoeveel staandaars beroep doen op de energieleningen. Ja, dus dat was een kennisname. Volgende punt. Is het bekrachtigen van de beslissing burgemeester van 10 mei 2019 houdende toelating, doortocht en bepeiling van de oldtimer en truckkolonne op 11 mei 2019. Dit punt wordt toegelicht door de burgemeester. Dank u wel, voorzitter. De titel zegt hetzelfde als een laadtijdige indiening van de aanvraag voor het evenement. Dus het is een bekrachtiging geweest van de burgemeester. Graag de goedkeuring. De punten zijn aan hem goedgekeurd. Misschien zit hier. Volgende punt op de agenda is de goedkeuring van het ontwerp authentieke akte tot vestiging van de erfpacht met VZW het Kiezeltje. Dit punt wordt toegelegd door de burgemeester. Dank u wel. Een belangrijk gegeven hier in verband met de toekomst van het Kiezeltje. Het Kiezeltje treedt op dus als organisatie voor de Giro-meisjes van Oost-Nieuwkerke. En zij zullen dus binnenkort ook starten met de bouw op een terrein van de gemeente, het terrein van de Sitte-Brabantstraat, die hen ter beschikking zal gesteld worden voor een duurtijd van een erfpacht van 99 jaar. Dus het is zo dus dat men een deel van het terrein inpandt, niet het volledige terrein, resterende gedeelte van het bestaande terrein. Die zal ook nog altijd openbaar zijn voor speepleinen en zo verder. De toestellen die er nu zijn, gaan een beetje verplaatst worden ook. In die zin is er dus een akte opgemaakt, eigenlijk door Alain Maricou van de afdeling vastgoedtransacties. We hebben een nieuw meetplan pas zeer laat ontvangen, dus in de teksten staat er 14 aren. En dat moet vervangen worden door 22 aren en 90 centiaren. Dat is volgens het nieuwe meetplan. Dus over wat gaat het? Dus het is een deel van perceel 0142T en perceel 0142V. Het is dus voor een bouw van het geheim. Het zal natuurlijk die volledige oppervlakte niet inpalmen voor de bouw van het geheim. Het is ook terras, het is ook parking, doorgang van, voor de brandweer, voor de veiligheid en dergelijke meer. Die erfpacht die gaat in vanaf 1 juli. Het is zo dus dat de erfpacht opgezegd wordt met de schutters ook, of dat die opgezegd is en dat die stopzetting ingaat vanaf 1 juli. In die zin is het ook zo dat zij normaal gezien eerstdaags een bouwaanvraag zullen indienen. En dat je natuurlijk als je een bouwaanvraag indient het zakelijk recht en het genot moet hebben van de grond waar dat je wilt opbouwen. Dus vandaar dat het nu op deze agenda van deze gemeenteraad staat. Het kanon bedraagt een €250 jaarlijks, ook te indexeren. Wat kan ik daar nog bij zeggen? Dus zij hebben eigenlijk vanuit eigen middelen... Alleen ja, moet ik het samen toelichten? Mag ik het volgende punt met betrekking tot de Giro ook het financiële in één keer samen toelichten, dat we dan straks apart stemmen? Is dat goed? Dus dat is wat betreft de erfpacht en de akte ervan. Ah ja, en dan het punt 14, dus het protocol in verband met de investeringstoelage, die nominatieve toelage van €225.000. Het is zo dus dat wij in de gemeenteraad, ik denk vorig jaar, het reglement van de renteloze leningen hebben goedgekeurd. Dat is enerzijds een vast kader voor het reglement, maar hier de investeringstoelage voor de nieuwbouw zit niet in het reglement. En toch is het belangrijk dat we toch enkele afspraken maken met betrekking tot die investeringstoelage, dus dat er een protocol opgemaakt wordt. Dus de Giro
Die zal een 100.000 euro eigen middelen gebruiken. Daarnaast gaan zij dus ook een renteloze lening van 100.000 euro aan. En dus de nominatieve toelage die bedraagt een 225.000 euro. Dus uit wat bestaat die 225.000 euro? Dat is enerzijds een verbreking van de bestaande erfpacht. De erfpacht die dus naast de school in de Roeselaarstraat zich bevindt. Dus dat is een verbreking van die erfpacht enerzijds. Ik weet nu niet exact wat dat de specifieke bedragen zijn. Maar anderzijds ook de waarde van de gebouwen die daar nu nog staan. Ze hebben daar een tijd geleden ook zonnepanelen gelegd. Die zonnepanelen worden verlegd naar de nieuwbouw. Het is wel zo dus dat de verbreking van de erfpacht pas zal ingaan, dat zal ook zo beschreven worden, wanneer dat zij hun intrek nemen in de nieuwbouw. Dus op de Sitte-Brabantstraat, dus het is zo dus dat zij daar kunnen blijven zitten totdat het moment is dat ze kunnen hun intrek nemen in het nieuwe gebouw. Wat zijn dan de specifieke afspraken die binnen het protocol vastgelegd zijn? Is enerzijds dat het een maximale toelage is van 225.000. Het is in die zin zo dat ze 225.000 gereserveerd krijgen, maar moest het zijn dat ze goedkoper bouwen of dat het beter uitvalt, dan kan dat bekeken worden. Maar het is wel zo dat het toegezegd wordt van 225.000 euro. Het is dus ook de bedoeling om een nieuw chirurgheem te bouwen. Het is zo dus dat wanneer zij die nominatieve toelage kunnen opnemen, dat ze eerst hun eigen middelen ter waarde van 75.000 euro moeten opgebruiken en de renteloze lening. En dan pas kunnen zij beroep doen op die nominatieve toelage die in schijven van 25.000 euro zal uitbetaald worden. En dan zijn er ook nog wel wat bepalingen rond de kwaliteitsbepaling, waar we toch ook vragen om bepaalde verslagen aan te leveren die gemaakt worden om de kwaliteit van het gebouw en dergelijke te gaan kunnen opvolgen. Ja, het is ook zo dus dat het rechtmatig moet gebruikt worden, dat het is dus om facturen met betrekking tot de nieuwbouw te betalen is. Alles ook conform de geldende wetgeving. En het protocol moet er eigenlijk voor zorgen dat er een goede verstandhouding is en een correcte verantwoording bij het aanwenden van die nominatieve toelage ter waarde van 225.000 euro. Dus dat gaan we straks misschien dan stemmen. Maar misschien dat we de vragen die er zijn, misschien nu ook samen bundelen. En dan straks, enerzijds nu en straks, graag de goedkeuring van beide punten. Vragen hier in plan? Het eerste. Ja, meneer Koopman. Ik heb eigenlijk gewoon een kleine opmerking bij dat inplantingsplan. Ik zie daar, ik denk dat parkeerplaatsen zijn, P1 tot en met P7. Mm-hmm. Is er een alternatief mogelijk voor dat haaks parkeren? Naar veiligheid, ik denk als men vooruit oprijdt en achteruit terug wegrijdt, dan heb je het risico dat je daar een gevaarlijke situatie creëert voor die voetgangers en fietsers. Ik weet in een aantal steden is men dat haaks parkeren overal er aan het uitlaten en vervangt men dat door een horizontale manier van parkeren. Het is niet zozeer bekeken, alleen men zal dat wel bekeken hebben, omdat dat de beste implanting is, ook met de architect. Het is niet zozeer gevraagd vanuit de gemeente, ook om op hun voorstel het aantal parkeerplaatsen te kunnen realiseren. Als je natuurlijk horizontaal gaat gaan implanten, dan verlies je er natuurlijk ook een stuk. Dus men wou toch wel een x-aantal parkeergelegenheid creëren, rekening houdende met alles dat je er rond nodig hebt voor brandweerdoorgang. Ja, het is natuurlijk zo, als je het perceel kent, dat je een heel goede zichtbaarheid hebt op wat er gebeurt op de straat, voetpad en het openbaar wegdek. Het is water doorlaten, dat kan ik u meegeven, dus dat is misschien ook al heel geruststellend voor de fietsers. Vanuit de gemeente is daar geen extra aandacht aan gevraagd, te meer omdat dit plan ook wel een stuk is wat dat zij willen. Nog vragen? Maar het enige dat misschien nog kan, de BOA-vraag moet natuurlijk voorkomen in het college. Ik kan dat misschien wel nog een keer meenemen. Of schuin parkeren of zoiets, ik weet het niet. Maar ik weet ook niet wat dat... omdat je schuin daarover en nog een vrij grote parking hebt, dat die glascontainer staat. Daar, ja. Maar ik weet niet wat dat een plan zit met die parkeerplaats, wat de bedoeling is. Als er niet over nagedacht is, denk ik, kan het...
nog een keer aangekaart wordt, maar ik veronderstel dat dat wel over nagedacht is. Maar ik denk dat de architect daar inderdaad mee rekening heeft gehouden, zeker met het aantal parkeerplaatsen dat ze op eigen terrein willen realiseren. Ja. En als je ziet, het is belangrijk dat je toch op zijn minst een stuk parkeergelegenheid op eigen terrein realiseert. Maar kan dat nog een keer bekijken, als dat zonder verlies is van parkeerplaatsen, is dat misschien iets die bij het college, wanneer dat de vergunning voorligt, kan voorkomen. Maar ik denk dat we vooral ook een stuk moeten voortgaan op het werk van de architect die hier het plan heeft opgesteld. Dus goed, graag de goedkeuring. Nog vragen? Stemming tot het goedkeuren van de ontwerp authentieke akte. Ja, het punt is unaniem goedgekeurd. Kunnen we stemmen over het protocol? Ja. Dat gaat. Ja. Systeem nog. Ja, dat komt toen iedere keer. Is dat een systeem? Ja. Het punt is unaniem goedgekeurd. Dan gaan we terug over naar punt 12. Het aanvaarden van schenking van beeldmateriaal aan het gemeentelijk archief. Dit punt wordt toegelicht door Schepen van der Meers. Ja, dank u wel. Voorzitter. Naar aanleiding van een tentoonstelling in september contacteerden we mevrouw Annie van Dreeren, weduwe van de heer Patrick Hallijn te Oostnieuwkerke, voor foto's voor die tentoonstelling. Naar aanleiding van dat contact eigenlijk had mevrouw van Dreeren heel wat beeldmateriaal eigenlijk dat haar man over de jaren heen voor Staden heeft gefilmd. En dan is ze, ze is tot staat voor die schenking te geven van al dat beeldmateriaal. Dus het gaat eigenlijk over die schenking hier. Dus zij heeft van jaren ver veel opgenomen en veel gefilmd. En de gemeente Staden krijgt dat eigenlijk nu als schenking. En zo kunnen we eigenlijk zijn levenswerk moet je eindelijk in het archief bewaren. Dat wordt opgenomen, of de stukken, dus privé en eigenlijk openbaar beeldmateriaal, staan door elkaar. Dus dat wordt allemaal bekeken en wordt eigenlijk op harde schijven gezet om dan zo te bewaren. Graag jullie goedkeuring voor deze schenking. Vragen daaromtrent? We kunnen overgaan tot stemming. Het punt is unaniem goedgekeurd. Het volgende punt is het goedkeuren van gewijzigd reglement van de bibliotheek met betrekking tot de openingsuren en de ingebruikname van een bibliotheekpunt in woonzorgcentrum De Oever. Dit punt wordt ook in, door Schepen van der Meers. Dank u wel, voorzitter. Toegelicht. In 2017 werd een eerdere aanpassing van de openingsuren van de dinsdag teruggebracht naar de woensdagnamiddag. Maar dat blijkt nu eigenlijk in cijfers van 2017 en 2018 dat dit niet geresulteerd heeft in een stijging van het aantal leden of gebruikers van de bibliotheek in Oost-Nieuwkerken. Enkele concrete cijfers, dus het totale aantal uitleningen zijn teruggevallen van 8.250 in 2012 naar 2044 in 2018. Wij hadden eigenlijk al geopperd om een bibliotheekpunt te nemen eigenlijk in de Oever, in samenwerking om daar in de Oever een beetje meer tussen ouderen en jongeren en meer mensen die de Oever, een meer uitwisseling tussen oud en jong te laten doorgaan. En daardoor hebben we dat tot dat punt gekomen eigenlijk, of tot dat voorstel gekomen. Dus om daar een punt te maken, een bibliotheekpunt. Men kan er gereserveerde materiaal ophalen. Dus het gaat niet echt nog uitleendienst zijn. Het is een punt waar kranten kunnen worden gelezen,
waar tijdschriften worden kunnen lezen, allemaal door de bewoners, ook door de mensen die de cafetaria bezoeken. Het zijn grote letterboeken en prentenboeken die tentoongesteld worden in de cafetaria. Dus de ontmoetingsfunctie wordt daar gestimuleerd. In het reglement van de bibliotheek, die in bijlage zat, worden de openingsuren van het bibliotheekpunt dan gewijzigd. En ja, graag jullie goedkeuring eigenlijk voor dit punt. Ik weet niet of dat jullie daar vragen over hebben. Ja. Dat is minder goed nieuws voor de deelgemeente Osnieuwkerken dan daarnet. Wij hebben in de vorige legislatuur met onze groep heel sterk geijverd de lokale dienstverlening tot op een bepaald punt in stand te houden. Men wou toen de plaatselijke zittingsuren in de deelgemeente afschaffen en de plaatselijke bibliotheken sluiten. In het eerste punt is men gelukt met de gemeentehuizen toe te doen, maar met betrekking tot de plaatselijke bibliotheken hebben we het gelukkig wel gehaald en heeft de toenmalige schepen van cultuur toch openingsuren gereserveerd voor West-Rozebeken en Osnieuwkerken. En nu is dat spook van het sluiten van de BIP Osnieuwkerken daar opnieuw. Ik lees ook in de tekst dat het jullie niet erg vinden dat het bibliotheekbezoek geheroriënteerd is naar Roeselare. Dat verbaast ons, want er zouden meer inspanningen moeten geleverd worden om het bezoek naar de deelbibliotheken en de hoofdbibliotheek in Staden te promoten en te stimuleren. Wij pleiten voor het voortbestaan van de uitleenposten omwille van drie redenen. Het is ook een stuk cultuur als iemand de BIP bezoekt. De geïnteresseerde lezer neemt dan een boek vast, leest de achterflap, kijkt naar het uiterlijke, kijkt naar de kaft, ruikt er misschien zelfs aan en gaat dan al of niet beslissen dat boek mee te nemen. Met dit nieuwe voorstel valt het genot van een boek te kiezen weg en wordt het allemaal zo anoniem. Twee, er zijn ook nog altijd ouders die hun kinderen naar de lagere schoolbib of lagere schoolkinderen naar de BIP sturen, te voet alleen, omdat het in de deelgemeente is. Dat valt weg. Ook de lagere schoolkinderen van de Slippenstraat doen nog altijd in groep en klas een effectief bezoek aan de BIP. Hen inleiden en hen doen hoesting krijgen en boeken lezen door de leerkracht valt weg. Wat zal hen nog bekoren als ze hun boeken moeten smijten in de boxen die daar zelf staan? En ten derde, ik lees in de tekst dat jullie willen besparen op de kosten, maar de persoon die de box zal ophalen en de reserveringen zal behandelen, dat kost ook tijd en geld. En wat zal de besparing zijn ten opzichte van de persoon die nu 2 of 3 uren in de vestingspost op Sneeuwkerken zit? Dus wij pleiten dan voor een dienstverlening dicht bij de mensen en het sluiten van een BIP-filiaal past daar helemaal niet in. Daarom zullen we dit ook niet goedkeuren. En apropos, het kan tellen dat de nieuwe schepen van cultuur, afkomstig als enige schepen van de deelgemeente Osnieuwkerken, als eerste beleidsmaatregel stelt voor cultuur het sluiten van haar eigen uitleenpost. Wij kunnen dit niet appreciëren en houden ons hart vast voor de toekomst. Repliceren. Ik begrijp uw bezorgdheid, maar het was echt, er waren te weinig uitleningen om dat nog eigenlijk efficiënt te laten verlopen. Dat is het eerste op uw eerste puntje. Voor de schoolkinderen in de school zijn er eigenlijk wekelijks of regelmatig boekenkoffers dat men ter plaatse brengt eigenlijk door de bibliothecaris of door de medewerkers. Die worden geregeld gewisseld en ook op aanraden van de school eigenlijk zelf vonden ze het soms te ver om naar de andere, om naar het bibliotheekpunt te gaan. Er is nog een actie eigenlijk in de oever die nu al doorgaat. Dus dat zijn de leesmomenten die door de medewerkers wordt gedaan met de ouderen. Dus er zijn regelmatig leesmomenten. Het is wel de bedoeling dat ze dan eigenlijk gecombineerd, als ze naar school gaan, gaan ze ook die leesmomenten combineren, zodanig dat de vervoeronkosten eigenlijk geminimaliseerd worden. Naar uitleenpost, men kan nog altijd een boek gaan reserveren in de hoofdbibliotheek. Dus we stimuleren echt wel dat reserveren verder. De boeken die gereserveerd worden via mail, via telefoon of via de hoofdbibliotheek worden ter plaatse in de oever eigenlijk gelegd. Men kan ze daar afhalen als Osnieuwkerknaar. Ik vind het ook heel spijtig dat dat moet, maar als de cijfers tonen aan, er zijn echt heel weinig. De mensen zijn daar soms 3 uur voor 2 of voor 4 mensen die daar komen de hele namiddag in 3 uur.
Dus allee, we hebben echt moeten die keuze dan eigenlijk maken. Plus, allee, het is niet helemaal weg. Het is een verrijking voor de oever en voor de mensen van de oever. De burgemeester wil nog iets toevoegen. Maar gewoon kort, het is in die zin een andere vorm van dienstverlening. Zoals de schepen het goed aangehaald heeft, naar het onderwijs blijft er een goede dienstverlening op maat. Het is dus een andere vorm van dienstverlening, niet om de kosten te beperken, maar we blijven investeren om het toegankelijk te maken. In die zin dat boeken berekenen, of dat de mensen in contact kunnen komen met boeken. Maar wat betreft het verhaal van Roeselaar, ik denk dat we allemaal moeten eerlijk zijn als je daar met een verhaal zit van Auris en heel het concept daar, het belevingsconcept. Of Argus, ja, het is, Argus is iets anders. Maar het hele belevingsconcept van Argus, dan is dat sowieso nefast voor wat dat er hier in onze gemeente gebeurt. Dus ik denk dat dat een heel belangrijke impact heeft met betrekking tot de cijfers en met betrekking tot het verleggen naar Roeselaar. Ja, als ik mag op repliceren. Allee, dus, er zijn inderdaad minder uitleningen en dat zal wel logisch zijn, ook de sociale media en alle nieuwe toestellen ten opzichte van hoe lang dat je ook vergelijkt met vorige jaren, dat zal inderdaad wel gezakt zijn. Maar het is toch, zoals op vele andere domeinen, het is een keuze. Het is een keuze als je daarin investeert, ja dan nee. Ik hoor toch dat het door de mensen die wel nog naar de BIP gaan, toch niet geapprecieerd zijn, want er zijn al abonnementen ingeleverd omwille van boosheid, dat doorgaat zo. En ik vind het positief dat er activiteiten gebeuren naar de bejaarden toe en naar mensen die moeilijk weg kunnen. Dat waren dingen dat ik niet wist die bestonden. Maar het komt erop neer, als er iemand, een gewone mens van een 40er of een 50er, die wel nog met de fiets of de voet naar de BIP kan gaan, die krijgt geen kans meer om nog te gaan. Dus ik pleit ervoor om de leescultuur te verhogen en dat toch open zou blijven. Naar de school toe. Ik zie de school iedere week minstens met een paar klassen passeren aan mijn bureau, naar de BIP gaan. Dus ik zou me niet, of het verwondert me, als het dan teen een hoesting zou zijn, dat ze dat wekelijks doen. En tenslotte vind ik nog belangrijk ook, jullie maken een meerjarenplan op naar eind van het jaar toe. Dat is alleszins al niet te vroeg. Jullie gaan blijkbaar, hebben we vorige maand gehoord, veel inspraak laten. Waarom laat je over dit punt geen inspraak in de deelgemeente Oost-Nieuwkerken toe? Dat zou pas inspraak zijn, maar nu schaf je het al af zonder dat je één iemand er rond gehoord hebt. Meneer Koeman? Ja, een beetje eigenlijk nu dat meneer Willaert aanhaalt van dat meerjarenplan. Bij de bijlages zat ook een evaluatierapport, van een analyserapport van de werking. En ik vroeg me zo een beetje af, wat doet daar nu tussen en vooral tot wat gaat dat leiden? Want ik heb dat rapport helemaal gelezen en op het einde had ik zo een aantal aanbevelingen verwacht. Maar die zitten er niet in. En dan vraag ik mij af, met dit rapport, situatie Oost-Nieuwkerken, wat is de toekomstvisie rond de bibliotheek in Staden Toekoer? We hebben het nu enkel over afdeling Oost-Nieuwkerken, maar wat, is wat gaan we doen met de afdeling Staden? Allee, het rapport kun je een heel aantal zaken halen, wat je kunt over discussiëren, wat je kunt gaan bijsturen, maar die toekomstvisie ontbreekt mij voorlopig een beetje. Het bibliotheekpunt in Staden wordt gewoon verrijkt en op een andere manier, ook via broer eigenlijk, gestimuleerd om meer te zijn dan een bibliotheek alleen. Dus onder andere het project het studeren in de bibliotheek is er een van, lezingen geven is er een deel van. We zitten met een hele goede kracht eigenlijk, de bibliothecaris. Hij is heel actief in zijn kennis en in zijn werk eigenlijk. Dus hij is heel actief bezig in Broeren en met andere bibliotheken en andere gemeenten om up-to-date te zijn. Hij organiseert ook met computers hij heeft al verschillende projecten gedaan. Zaterdagmorgen was het kinderen zingen met peuters. Het wordt enorm uitgebreid. Het is niet meer van bibliotheek lezen, nee. Het is echt een heel ander verhaal dan het woord bibliotheek. Het wordt meer een ontmoetingspunt. Ja, want als ik uw verhaal nu hoor en ik lees dat rapport, dat zijn twee... Ja, maar dat rapport is al een tijdje geleden, nee. Ondertussen
Ja, oké, dat staat nu pas van, bij de bijlage, zie, dus voor mij is dat... Het rapport is van Vonk en op dat rapport is er dan al een paar jaar eigenlijk aangewerkt, ook op personeel, staat er van personeel ook, op personeel, ja. Er staat inderdaad heel wat in. Ja. Dat is gewoon het probleem, dat rapport, en daar kunnen jullie dus absoluut niets aan doen, maar dat rapport wordt gewoon niet gekaderd. Er staat daar geen timing en geen data op. Je kunt dat gewoon niet plaatsen in op een tijdslijn van de acties die jullie nu zetten. Komt dat voort uit dat rapport of niet? Allee, het wordt gewoon niet gekaderd. Maar dat is geen verwijt naar jullie. Het rapport is van 2017, basic. Ik zal me nog opzoeken. Goed. Kunnen we overgaan tot de stemming? Ja, excuseer. Ja, meneer Van de Zakker. Ik was eigenlijk wel curieus om te weten wanneer de feitelijke beslissing genomen is om die uitreikpost te sluiten. Want als ik het goed voor heb op het reglement, stond er een datum van de vorige gemeenteraad. En waarom is dat niet in de vorige gemeenteraad voor gekomen? Ja, we zijn ons daarvan bewust dat het een typo is. Nee, ja. Dus, we hebben dat gezien. Het is... Dat is een typfout. Het zat april en het moest mei zijn. Ja, voor de aanpassende tekst. Ja. Als ik het goed voor heb, was gisteren de laatste uitleenbeurt. Dat is nu weer echt typisch VRD voldongen feit. Dus vandaag wordt de beslissing genomen dat gisteren de laatste uitleenbeurt was. Dat vind ik ook wel een beetje. Allee, kom maar jongens, het is de zoveelste keer dat we daar wijzen dat wij voor voldongen feit in de straat worden. Zo, wordt dan in de toekomst toch wat vooruitziender zijn. Dat we mee kunnen, alleen discussiëren, want het is nu weer praten. Ja, we gaan over tot de stemming. Ja, 40 keer ja, 1 onthouding en 6 keer nee. Het punt is aangenomen. Het volgende punt is over de kennisname evaluatieverslag zomerwerking De Dag Vlinder 2018. Dit punt wordt toegelicht door Schepen van der Meers. Ja, dank u wel, voorzitter. Dus het evaluatieverslag, waar naar gevraagd eindelijk is, nu eindelijk is op de gemeenteraad komen. Speelpleinwerking De Dag Vlinder bezorgt dus kinderen van 5 tot en met 14 jaar een zomer vol spelplezier. Kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen terecht in de kinderopvang Paddenstoel. En elk jaar wordt een uitgebreid evaluatieverslag opgemaakt ter voorbereiding van de zomerwerking dit jaar. Op zoek gaan naar mogelijkheden om avontuurlijk te spelen. Bijvoorbeeld bouwmateriaal en de groenzones. Zeker in Oost-Nieuwkerk en West-Roosbeke vragen ze naar groenzones. Inzetten op een vlottere communicatiedoorstroom naar de ouders. Bijvoorbeeld als er iets gebeurt op het speelplein met een kindje en ze gaan daarna nog naar de BKO, wordt er soms constateerd dat als ze gevallen is, of dat niet echt doorgegeven wordt. Een positief onthaalmoment voor nieuwe deelnemers. Een goede omkadering, inschrijvingssysteem, zorgen voor wifi op de plaatsen eigenlijk, werk maken van de hygiëne en veiligheid op de speelpleinlocaties en verder investeren in de zoektocht naar goede hoofdanimatoren voor de coördinatie. Dit zijn eigenlijk de gevolgen uit de resultaten waar dat we eigenlijk nog werk kunnen van maken. Dus eigenlijk alleen maar positief nieuws. Graag. Nog verdere vragen eigenlijk? Um,
Onze fractie wil in eerste instantie eigenlijk de jeugdconsulentische ploeg bedanken voor inderdaad de heel goede zomerwerk in de organisatie. Dat blijkt inderdaad uit dat rapport. Inderdaad belangrijk om verder aandacht te hebben voor een aantal pijnpunten. En u zegt zelf van, er is vraag in West-Rozebeke voor een meer groenere omgeving. En mijn vraag is dan ook van, ik zie nergens bij de organisatie van West-Rozebeke dat men zal gebruik maken van de Sitte-Tindenberg. Want ik vind dat wel jammerlijk, want ik dacht inderdaad, de Sitte-Tindenberg heeft heel wat geld gekost. En enkel gebruik maken voor de kinderopvang en de voetbal, waarom niet voor de zomerwerking? Ja, dat is inderdaad een puntje dat we zeker kunnen meenemen. Ik heb gehoord van in Oostiekerke dat ze naar de Sitte aan de Brabantstraat gaan voor het groen regelmatig, om daar... als ze niet op de speelplaats blijven, dat ze naar de Brabantstraat gaan. Dus ik veronderstel, nu dat Tindenberg helemaal tot z'n recht komt en de bouw is eigenlijk volledig afgewerkt. Ze zijn bezig met, met het groen aan te leggen nu. Dus ik denk wel dat ze daar dan deze zomer kunnen van gebruik maken. Vanuit mijn bevoegdheid naar patrimonium is er toch gesteld om... dit jaar nog te wachten, totdat de keer volledig op punt staat. Ook alle speeltoestellen en dergelijke daar ook geïnstalleerd zijn. Dus vanuit die hoek is er eigenlijk geopperd geweest om nog een jaar te wachten om specifiek met die zone op Tindenberg van gebruik te maken. Maar dat is inderdaad wel de bedoeling om dat in de toekomst zeker mee te nemen. Ik heb eigenlijk ook nog een vraag in verband met de buitenschoolse kinderopvang. Ik weet niet, mevrouw De Schepen, of u al een keer die informatie nagelezen hebt op de website in verband met buitenschoolse kinderopvang en de zomerwerking? Nee. Op de website kan u alle informatie daaromtrent terugvinden. Ik weet niet, heeft u dat al een keer nagecheckt of een keer nagelezen? Nee? Ja, oké. Er zijn toch wel een aantal aanpassingen terug nodig. Ik zie in het huishoudelijke reglement van de kinderopvang dat de plaats waar dat de kinderopvang doorgaat van West-Rozebeek nog altijd niet gewijzigd is naar de Tindenberg. Wij zijn momenteel met dus het diensthoofd die oefening aan het maken. Het huishoudelijk reglement, het retributiereglement, zijn we allemaal aan het herlezen. En het is voorzien dat dat op de volgende gemeenteraad wordt voorgelegd. Dus normaal gezien zou dat dan volledig in orde moeten zijn. Wij zijn daaraan bezig. Ja. Dat maar was dacht, nu eigenlijk ook niet... Maar dus in de dat zal dan voorgelegd worden ter goedkeuring, zodat dat allemaal aangepast wordt. Ja, maar in de vorige gemeenteraad stelde ik ook die vraag. Zei men, er zijn geen wijzigingen meer, het zal niet meer op de gemeenteraad komen. En nu komt het toch plotseling. Tot nu toe waren er inderdaad geen wijzigingen. Toch wel, he, want er zit het in, Bert, dus het adres is al gewijzigd. Maar nog niet. Allee, we waren er nog aan het werken. Het reglement is eigenlijk volledig. Het is niet enkel het adres dat we gaan veranderen. Nee, we zijn het volledige huishoudelijke reglement aan het nazien en aan het herwerken. En ik denk dat we bijna rond zijn met die oefening. Dus de pre heeft daar ook voor samengezeten met ons. Dus normaal gezien op de gemeenteraad van eind juni zal dat zeker voorgelegd worden. Oké. Ik heb nog een vraag over die voorafinschrijvingen. Over de voorafinschrijvingen bij de kinderopvang of bij de zomerwerking. Dus men moet de woensdag inschrijven voor de week erop. En bij een aantal mensen, bijvoorbeeld mensen die bij Westfries werken, is dat soms heel moeilijk om hun uren al in de namiddag te bepalen, want dat is zeer afhankelijk van het weer. Er werden toch een aantal kinderen geweigerd omdat ze te laat ingeschreven werden. Wordt het reglement daar een beetje, of wordt dat soepeler? Het reglement wordt niet soepeler, is het verkeerde woord, maar het reglement wordt duidelijker, het wordt afgebakend en er zal ruimte zijn voor dergelijke veranderingen. Er zal ruimte zijn daarvoor, maar dat zal in een duidelijk kader omschreven worden. Dus daar is inderdaad ook aan gedacht en aan gewerkt voor dergelijke uitzonderingen. Ja. Oké, dus zullen we zien dat volgende gemeente. U mag daarop rekenen dat dat zeker aan bod komt. Ja. Twee zaken. In dat retributiereglement worden de tarieven aangepast? Zit dat in de planning? Wij zijn die oefening aan het maken. Ja, ik kan daar eigenlijk niet veel meer over vertellen. Omdat we dan eigenlijk... De volgende gemeenteraad is eind juni. En dan zitten we 2-3 dagen voor de start van de zomervakantie. Maar wie zegt dat dat reglement onmiddellijk van toepassing zal zijn? Ah, dat is...
Dat is spannend, ja. Het kan ook een reglement zijn die van toepassing is vanaf een bepaalde datum. Hè. Dat is waar. Maar we zijn die oefening aan het maken en we gaan die eind juni brengen we die hier op de gemeenteraad. Ja. Tweede punt. Ik vind dus die speelpleinwerking wordt inderdaad telkens beter en beter. En allee, je moet niet altijd vervelend doen. Ik vind dat die, dat rapport, dat is een supergoed rapport. Hè. Mochten alle kinderen deze zomer met zo'n rapport thuiskomen, dan zullen er heel wat ouders tevreden zijn. Het enige wat ik wel zou mee oppassen als we zo'n rapport maken, is dat we rekening houden ook met een van de eerste punten die erin staat, dat er toch zeer weinig mensen daarop antwoorden, dat we die percentages ook wel wat nuanceren. Want natuurlijk op een verschil van 16 mensen maakt één iemand wel in percentage een groot verschil. En dan vind ik, er staat één voor mij wat ongelukkige zin in, namelijk zo het statement dat de nieuwe generatie jongeren is minder geneigd om langdurige engagementen op te nemen. Ik vind dat een fantastisch rapport, maar die zin vind ik een beetje lastig om te lezen, omdat dat zo veralgemeend. En ik zou daarmee oppassen. Er zijn zeer veel jongeren die zich wel langdurig engageren. En, maar dat is enkel maar een klein detail natuurlijk in dat rapport. Ja, maar ik zeg nogmaals, dat is maar een detail, want uiteindelijk 13 pagina's over de speelpleinwerking geschreven, zo gedetailleerd, dat toont dat er aan die dienst eigenlijk zeer veel aandacht gespendeerd wordt. Hè. En ik vind dat wel belangrijk dat we dat zeer grondig evalueren. We hebben daar ook van in het begin met een aantal ouders heel hard op aangedrongen. En dat is fijn om dat op die manier te zien. Hè. Er zijn zelden dingen onbelangrijk dat ik aanhaal. Je mag erop rekenen einde dat ik in zaken de aanwezigheid en de kostprijs, dat ik dat zal schriftelijk meedelen.
Ja, wel, ik wil ten eerste nog een keer mijn opmerking van de vorige raad herhalen. Ik vind dat... En nu wel. Ja. Allee, het is niet omdat er omdat niet alle punten op de gemeenteraad of op de OCME-raad moeten komen, dat ze er daarom niet op mogen komen. Ik vind dat ook een stukje bruggen bouwen. We hebben eigenlijk een vraag. Er is ons ter oren gekomen dat de poetshelpen vanuit de OCME dikwijls moeten gaan stempelen. En dat er blijkbaar te veel poetshulpen zijn voor het aantal aanvragen dat er nu nog zijn. En wij vroegen ons af, is dat een tijdelijk probleem? Is dat iets dat, dat zal moeten opgelost worden op een andere manier? Of hebben wij verkeerde informatie gekregen? Dat is mij nog niet ter oren gekomen. Dat is heel vreemd. Ja. Ik zou graag hebben... je mag dat gerust op mail zetten naar mij of naar de diensten. Zou ik dan graag hebben van, niet van wie dat het woord hebt, maar wat u juist gehoord hebt. En ik wil dat wel, ik wil dat zeker navragen, maar dat is het eerste dat ik daarvan hoor. Dus. Ja, maar nee, maar het is daarmee, zet het op mail en we gaan bekijken. Dat is, ik heb daar nog niets van vernomen eigenlijk. Ja. En wat zou u dan graag op de OCME-raad zien komen? Mantelzorgpremie en we hebben al zoveel reglementen gevraagd om dat opnieuw naar voren te brengen, om dat aan te passen. Ja, ik denk dat er genoeg dingen zijn om naar voren te brengen. Mevrouw Van Wallenhem, ik heb het vorige keer ook aangehaald. We hebben het vast bureau die heel wat beslist. We hebben een bijzonder comité waar dat de leden van de oppositie ook in vertegenwoordigd zijn. En zoveel reglementen. Ik denk in deze legislatuur is er nog geen enkele vraag geweest om bepaalde reglementen vanuit de oppositie aan te passen. En als er effectieve reglementen moeten aangepast worden die passen bij het beleid of strategisch meerjarenplan die zijn uitrol zal kennen, dan zal dat hier ook in die OCME-raad voorkomen. Maar ik kan u verzekeren, in elke gemeente is dit een gelijkaardige agenda qua aantal punten. En nogmaals, het staat u vrij ook om bepaalde vragen te stellen of punten hier op deze OCME-raad in te dienen als je bepaalde ideeën hebt rond de mantelzorgpremie. Je kunt ofwel hier indienen, ofwel een keer afspreken met onze schepen. Er zijn heel wat instrumenten voor jullie ook om mee te sturen rond alles wat betreft het OCME. Dus ik zou dat toch wel een beetje een groot stuk nuanceren. Dus, maar bon, als je suggesties hebt, altijd welkom. Hè. En dat kun je ook hier agenderen. Hè. Het is ook niet altijd dat je moet... bij wijze van spreken afwachten totdat wij bepaalde zaken doen. Maar als het beleid is, nieuw beleid of zaken die herbekeken worden, dan zal dat hier in de OCME-raad wel komen. Oké, zullen dat doen. Het is gewoon maar een bedenking, het is geen standpunt. Maar jaren terug was een gemeente of een OCME verplicht een sociaal beleidsrapport te maken. Men moest dikke boeken schrijven. Dat is allemaal afgeschoven. Dat was natuurlijk niet ideaal. Iedere dienst moest bijna een beleidsrapport maken, was nu cultuur of sport of OCME. Men heeft dat positief afgeschaft, maar het gevolg daarvan kan zijn dat er inderdaad niet veel meer op de agenda komt. En dat is dan weer jammer. Want als je het sociaal beleidsrapport zou nemen van een paar jaar terug, zitten er verschillende hoofdstukken in die hier wel een keer te sprake kunnen gebracht worden. Het moet dan voor niet altijd een nieuw reglement of een standpunt zijn, maar gewoon een keer de bespreking voorleggen. Er zijn daar veel hoofdstukken in die een keer op de agenda zou kunnen gezet worden. Inderdaad, meneer Wellaert, en ik denk dat, zoals wij hebben gezegd, zowel het strategische meerjarenplan in een informele gemeenteraad zal komen om toelichting te geven, ook over dat sociale luik. Ik denk dat u ook wel ons verkiezingsprogramma hebt gelezen, dat daar heel wat zaken rond nieuw beleid met betrekking tot zorg instaan. Dat is enerzijds het informele gedeelte, en dan zal dat ook in de OCME-raad, dat luik van het strategische meerjarenplan, neem ik aan, of dat zal dan op de gemeenteraad komen. Ik weet nu niet of dat... op de gemeenteraad en of dat opgesplitst zal worden, gemeente en OCME-raad, sociale OCME-raad, of dat beide op één vergadering zullen komen. Maar in ieder geval komt dit zeker voor wat betreft nieuw beleid rond alles met betrekking tot zorg, welzijn enzovoort. Dus, Ik moet zeggen, burgemeester, dat ik gisteravond nog jullie programma gelezen heb, naar aanleiding van het punt van de BIP van Oost-Nieuwkerken. Ik dacht, ga ik kijken wat erin staat over cultuur, maar er stond niks in. Van cultuur, hè?
Ja, ik denk dat je, als je dan gedaan dan toch over het punt van de bibliotheek hebt gelezen. Hè. En cultuur gaat ook ruimer. Ik denk dat je ook de ondersteuningen hebt vergeten met betrekking tot organisaties die een hele sterke factor zijn in het cultuurgebeuren hier op Staten. En als je dan nog een keer goed leest, misschien vanavond, ik weet niet of je nog een buk had of erachter of ervoor, dat je dan nog een keer goed doorneemt en dat er op vlak van ondersteuning naar organisaties wel degelijk heel wat zaken in ons verkiezingsprogramma staan die ten goede zullen komen aan het cultuurbelevingsaspect binnen onze gemeente. Burgemeester, op bladzijde 3 staan jullie hoofdpunten. Er staat daar niks in over cultuur. Goed. Maar er staat wel iets over aan, en dat is dan mijn eerste vagia-punt, als ik al mag, voorzitter. Het is niet omdat er hier niets geagendeerd wordt op het OCMW, op de OCMW-raad, dat er niets beweegt, dat er niet geëvalueerd, dat er niet gewerkt wordt, dat er niet nagedacht wordt over het beleid. En het staat u vrij om ons niet enkel, of mij niet enkel, hier op de OCMW-raad daarover aan te spreken, maar ook daarbuiten. Hè. Er zijn mensen van de oppositie, van uw partij, van andere partijen, die mij een mail sturen met een vraag. Dat mag gerust. Hè. U moet zich niet geroepen voelen om dat hier te doen. Hè. Ik kan u misschien veel beter van antwoord dienen daarbuiten. Hè. Als u meer informatie wenst over bepaalde punten. Dus het staat u vrij en alle vragen en opmerkingen zijn welkom. Hè. Goed? Ja, ik zal dat zeker meenemen. Het is alleen... Allee, ik ben daar zeker van overtuigd dat er dingen bewegen achter de schermen. Maar ik vind dat nog altijd triest. Het weerspiegelt ook met welke nieuwe zaken dat er bezig zijn. En ik zeg nogmaals, het is niet omdat de punten niet moeten op de OCMW-raad komen, dat ze er niet kunnen opkomen. Allee, er is bij het begin van de legislatuur gezegd geweest dat er bruggen zouden gebouwd worden. Maar dat is ook een manier van bruggen bouwen. Nee? Dat is ons meer mee betrekken in bepaalde dingen. En het is moeilijk voor ons als oppositie om te weten wat er juist gebeurt achter de schermen. En je kunt moeilijk gerichte vragen stellen over iets waarvan je niet op de hoogte bent. Het is anders als er al dingen op de OCMW-raad gekomen zijn. Dan kun je daar veel gerichter over nadenken en mee kritisch over nadenken. En mee opbouwend over nadenken. Maar als je niet weet... Maar wat, ik kan moeilijk iedere keer vragen, en maar wat zijn jullie nu bezig? Elia, begrijp? Nogmaals, mevrouw Van Wallegem, ik heb het daar straks aangehaald. Wat nodig is van nieuw beleid zal hier op deze OCMW-raad komen. Jullie zullen daar tijdelijk ook alle bijlagen en documenten van krijgen. We gaan er ook altijd ons best voor doen om te zorgen dat alles erbij zit van documenten en bijlagen. Maar het komt nogmaals voor hier op het bijzonder comité. En ook naar het nieuwe strategisch meerjarenplan. Nogmaals, informeel, gemeenteraad, daar zal genoeg kunnen over mee nagedacht worden. Dus ik ben niet helemaal akkoord met uw stelling. Of eigenlijk niet akkoord. Ja. Een opmerking, het is over de Keijhardstraat eigenlijk al zijn. Er is een nieuwe schone straat aangeleid. En het is zo slecht te hopen, die banen. Als je erover rijdt met een tractor, het is echt een hobbelweg. Ik vind dat echt spijt. Er zit een nieuwe baan. Ik hou daar zoveel investeringen daarin dat dat maar zo afgewerkt is. Toch? Ik weet niet of er al contact mee zijn of je dat al opgemerkt hebt of niet. Die straat die erover rijdt. Als het wel moet ik met de fiets overheen of het wel eruit. Ja, ze zijn allemaal niet heel echt mooi afgewerkt. Maar ja, bon. Dat is... Met hand is veel beter ook nog met de machine. Ja, dus. Het is echt jammer. Ik zou een straat gewoon Het is echt schandaleus. Meneer burgemeester? Maar ik denk sowieso zit dat in het proces van de oplevering. Ja. Dat is op die zin nog niet opgeleverd. En als het punt komt dat wij moeten nakijken, dan zullen daar ook kritische vragen bij gesteld worden. En dus gevallen zal dat moeten opnieuw aangelegd worden op kosten van de aannemer. Dus het is zo, moest dit al opgeleverd zijn geweest, dan denk ik dat een zaak is. Onze diensten zijn daar ook mee bezig om dat op een juiste manier af te handelen. Maar goed, de oplevering is maar pas achter een jaar of zoiets, denk ik, of 2 jaar, of hoeveel is het? Ik moet er nog een keer met de aannemer een keer over spreken, dan kunnen we kijken, want het is zelf. Maar onze diensten die zijn daarmee bezig en volgen dat absoluut ook zeker op. Ja. Duidelijk. De man. Oké. Ja.
Ik stel vast dat er 3 weken parkeerverbod is langs de achterzijde van de kerk. Wat is de reden hiervan? Het herleggen van de stoep rond de kerk, of de dam. En werd er een bewonersbrief verstuurd? Er is een bewonersbrief gemaakt en verstuurd. Ja, dat heb ik niet gezien. Ja? Niet ontvang? Nee, niet. Normaal is die moet nanemen dat rondtragen, maar dat wil ik een afvang doen en rondgezien niet. Ja, dat is zeker. Ja. Ja. Nee. Dat is een lid van de liberale kwaliteit die hem achter moet. Ja. Nee, ik heb hem zeker zien passeren. Ja, maar je is eigenlijk opgemaakt geweest, ja. Maar we moesten hem in de verleden week of de week ervoor ronddelen aan al de bewoners rond de markt. Maar oké. Okay. Ja, wie was het? Ja, ik heb een puntje in verband met mobiliteit. Wat er kan meegenomen worden in het meerjarenplan. Langs de Sint-Janstraat, als je ja, net voor de Kerkhof Blommestraat, dus als je staden binnenrijdt, net voor de Kerkhof Blommestraat, staan er heel dikwijls vrachtwagens geparkeerd. Nu, die mogen daar eigenlijk in principe niet staan. Maar ja, ofwel moet er daar via paaltjes moet dat meer afgedwongen worden dat daar geen vrachtwagens kunnen parkeren, ofwel via meer politiecontrole. Of daar een of andere oplossing voor vinden, want dat belemmert heel hard het zicht. Dat is al een moeilijk kruispunt om naar over te steken. En als daar vrachtwagens geparkeerd staan, want die staan ook, dat is daar echt te smal, die staan dan ook deels op het fietspad. Ja, aan de overkant. Die staan ook deels op het fietspad, dus dat is al zeker een gevaarlijke situatie, maar dat is sowieso al een moeilijk kruispunt om met de wagen ook over te steken. En als je dan niet ziet wat er van richting Roeselaar komt, zorgt dat zeker voor gevaarlijke situaties. Ik denk eerst en vooral natuurlijk, het is een gewestweg. Ik denk dat moest dat het geval zijn, hoeft dat niet meegenomen te worden in het strategisch meerjarenplan, kan dat uitgevoerd worden in samenspraak met het gewest. Maar ik weet niet in hoeverre dat er daar heel veel vrachtwagens staan. En dan nog moet je opletten natuurlijk, bepaalde vrachtwagens mogen een x-aantal uren daar wel wettelijk staan, als dat een parkeervak is. Dus ik ga me niet uitspreken hoe lang dat ze er staan, maar ik denk wel dat je soms zou verschieten dat ze wel wettig geparkeerd staan als dat voor een bepaalde tijd is. Denk dat je... Ja, ja, ja. Ik weet het nu niet van buiten, maar het kan goed zijn dat ze daar wel wettelijk staan. Want anders inderdaad, we hebben ook met betrekking tot het park, hebben we daar een verbod ingevoerd. En de politie controleert daar ook heel streng op, omdat we ook alle zwaar verkeer die niet in het centrum moest zijn, eruit al. Dus ik zou me sterk verwonderen dat de politie daaraan voorbij gaat, moesten ze daar onwettelijk geparkeerd staan. Misschien gewoon nog een keer meegeven naar het kruispunt ook, dat wij in de vorige legislatuur ook hebben gevraagd aan het gewest om daar eventueel verkeerslichten te plaatsen. We hebben die vraag gesteld en dat is afgeketst geweest vanuit het gewest. We kunnen dan binnen het nieuwe mobiliteitsplan eventueel ook, waar dat het gewest ook mee aan tafel zal zitten bij het opmaken en de gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit, ook daar ze licht nog een keer over laten schijnen. Maar, van die vrachtwagens, ik wil dat wel een keer laten bekijken, maar ik meen me niet te herinneren dat daar heel veel vrachtwagens zijn, maar kan... Allee. Maar zo opletten met te zeggen dat ze daar niet wettelijk zouden staan. Dat ze er niet mochten staan bij de. Ja, dankjewel. Ik zie allemaal glimlachen. Jury, meneer Depré. Een stand van zaken. We hebben de vorige keer een zeer geanimeerde discussie gehad rond het gemeentelijk onderwijs. Ik veronderstel dat er de afgelopen maand opnieuw heel wat zaken gebeurd zijn. Kan je ons nog een keer een laatste stand van zaken in die situatie geven, wat dan nu de stand van zaken is voor de gemeenteschool Okido en Staden? Dank u wel, meneer Koeman. Uiteraard wil ik graag in op uw vraag. Er is inderdaad wel heel wat gebeurd in de laatste weken omtrent onderwijs of omtrent de sluiting van Okido. Dus in een eerste fase ging er een herstructurering moeten plaatsvinden eigenlijk, omdat wij het kleuter opnieuw gesubsidieerd zouden kunnen laten doorgaan. Dat betekende in concreto dat op 1 oktober een nieuwe telling zou moeten gebeuren die leidend is eigenlijk om het aantal lestijden te bepalen. Omdat, er is één onbekende factor in dat gegeven, dat is dat je
niet weet, of dat we op vandaag niet concreet kunnen zeggen hoeveel kindjes op 1 september aan de schoolpoort zullen staan. Waardoor dat je ook eigenlijk het heel moeilijk is om het lestijdenpakket eigenlijk vast te stellen. Ook in samenspraak met de Achthoek werd daar rond tafel gezeten van oké, ja, wat kunnen we daarin, wat kunnen jullie daarin waarborgen, wat kunnen jullie daarin betekenen. Er werd ons de vraag gesteld om toch een vast aantal uren of in het lestijdenpakket te bepalen eigenlijk. En indien dat bijvoorbeeld het aantal uren lestijden die ons niet gesubsidieerd zijn, zou je dat dan via PBB-uren moeten zelf gaan bijpassen. Nu hebben wij naar rij beraad eigenlijk, of naar ook een overleg met verschillende actoren, leek het ons beter om de herstructurering niet te laten doorgaan. Dat wil dus zeggen dat wij het kleuter niet opnieuw gaan inrichten. Dat wil zeggen dat de kleuter, zoals vandaag, is erkend, maar wordt niet gesubsidieerd. En dat zal ook zo zijn vanaf volgend schooljaar. Dat is toch de doelstelling. Wat heeft dat als voordelen? Dat heeft als voordelen dat eigenlijk het lestijdenpakket bepaald wordt volgens de telling van 1 februari. Dat is dus duidelijk. Je kunt perfect weten hoeveel lestijden dat er kunnen gesubsidieerd worden. Je kunt eigenlijk, dat is ook positief voor de Achthoek eigenlijk, dus zij kunnen eigenlijk naar hun, voor hun scholen eigenlijk ook dat, die oefening maken. Dat wil ook zeggen dat eigenlijk voor volgend jaar dat er eigenlijk met uitzondering van, omdat er toch iets meer uitstroom is dan instroom, dat er toch een aantal lestijden zullen verdwijnen. Dus zal er eigenlijk een kleine reaffectatie moeten gebeuren. Die reaffectatie wordt er niet gedaan, omdat er een aantal mensen verlofstelsel zullen opnemen. Dus eigenlijk verandert er voor volgend schooljaar naar de andere school of naar de schoolgemeenschap eigenlijk niks. Ook eigenlijk voor ons, voor onze eigen korps eigenlijk, is dat belangrijk. Dat wil dus zeggen dat zij of vandaag, of dat zij eigenlijk volgend schooljaar eigenlijk gewoon, zoals dit schooljaar eigenlijk, kunnen lesgeven binnen de school van Staden en ook binnen de school van West-Rozebeke. Dus ja, er is ook wel wat verhaal gekomen rond het eerste leerjaar. Dus we hadden duidelijk gesteld dat wij over zullen gaan naar een uitoefscenario. Dat wil zeggen dat wij de school maximum tot 2022 zouden opengaan. Die normaliter zou moeten overeenkomen met de opening van de nieuwe school in de Bruggestraat. Omdat die... In eerste instantie hadden wij daar inderdaad een aanvraag voor ingediend om het eerste leerjaar niet in te richten. Maar in contradictie is het ook wel zo dat je eigenlijk geen leerlingen kunt weigeren in een vestigingsplaats. Dus vandaar, we zeggen van kijk, we gaan eigenlijk niet meer gaan stimuleren. Dat wil ik duidelijk stellen. Dus we gaan niet meer stimuleren aan de mensen van kom nog naar de vestigingen Staden. We gaan ook melden dat er ook een mogelijkheid is om naar West-Rozebeke te gaan. En, maar er zal steeds duidelijk gemeld worden van oké, ja, je kan hier les komen volgen, je bent hier welkom, je zal hier kwaliteitsvol onderwijs krijgen. Alles zal ervoor in het werk gesteld worden om de komende jaren het onderwijs eigenlijk in, ook in de vestigingsplaats Staden 100% te ondersteunen. Dat is duidelijk. Maar dan moeten de mensen wel duidelijk weten van oké, je kunt hier terecht, maar het zal enkel zijn of maximaal zijn tot 2022. Ondertussen zijn ook, hebben ook alle leerkrachten eigenlijk hun anciëniteit opgevraagd in een werkstation. Er werd eigenlijk ook een bepaalde volgorde opgesteld. Er zijn nog een aantal vragen eigenlijk die teruggekoppeld zijn naar ofwel een vakbond of die nog een bepaalde, of dat er nog twijfel over is, eigenlijk, omdat een aantal leerkrachten eigenlijk een anciëniteit vrij dicht of een dienstanciëniteit vrij dicht bij elkaar ligt en dat we toch wel zeker zijn over de volgorde. Deze volgorde werd reeds, die ook met de mensen die, waar dat er eventueel tegen staat, werd reeds meegedeeld aan de leerkrachten. Dus iedereen weet in principe wat de toekomst voor hen zal brengen. Ik weet niet of dat een voldoende antwoord is voor jou nu. Het is ook wel zo. We hebben ook gezegd in de vorige raad dat er een informele gemeenteraad zou georganiseerd worden. Die is gepland voor woensdag 19 juni, om 20 uur, waar dat eigenlijk een toelichting zal gegeven worden wat de beweegredenen zijn en
waar eigenlijk het volledige dossier van in het begin tot nu zal uit de doeken gedaan worden. Ja, een aantal zaken vallen mij nu op in die afgelopen maanden. Er is overleg geweest met verschillende actoren. Ja. Dat is heel positief. Alleen, het overleg vindt plaats na de bekendmaking van de sluiting van de school. Jullie komen tot de vaststelling nu dat er geen leerlingen geweigerd worden in het eerste leerjaar. Die vaststelling komt er na de aankondiging van de sluiting van die school. Er is nu overleg met de vakbond, onder andere rond die anciëniteit. De leerkrachten zijn geïnformeerd over hun eigen situatie. Opnieuw, meer dan een maand na de eerste bekendmaking van die beslissing. Dus dat toont nu toch wel opnieuw aan dat eigenlijk heel dat overleg die eigenlijk had moeten plaatsvinden voordat die beslissing genomen werd, dat dat niet is gebeurd. En er is de afgelopen maand dan hard gewerkt geweest rond dat thema. Maar ondertussen zijn wel zeer veel mensen zenuwachtig geworden en ze schrik gehad. Ze zijn al aan het uitkijken naar ander werk. Ouders die uitkijken naar een andere school voor hun kind. En dan kunnen we nu toch niet zomaar zeggen van eigenlijk vanaf volgend schooljaar verandert er niets. Want er verandert wel iets. Het is een uitoefscenario, er wordt geen promotie meer gevoerd. Het is een uitoefscenario tot maximum 2022. Wat zal de situatie zijn op 1 september? Hoeveel ouders gaan zich nu nog engageren in die school? Het is een beetje natte vingerwerk op dat vlak. Hè? Ja, nu is het zo dat er volgende week, maar ik wilde ook wel nog de raad van vanavond afwachten, dat er nog een schrijven zal gericht worden vanuit de gemeente naar alle ouders toe, waarbij eigenlijk het volledig duidelijk wordt eigenlijk wat het voor hen in concreto zal betekenen. Is het mogelijk dat die informele gemeenteraad van 19 juni, stel nu dat wij daar een toelichting krijgen, en wij zijn er allemaal, zoals dat de bedoeling ook is, constructief mee aan het discussiëren, en we komen tot de vaststelling dat die beleidsbeslissing op een aantal punten niet zo goed onderbouwd is, en dat we dan een alternatief kunnen, is dat nog altijd een mogelijkheid? De beslissing daarvan is eigenlijk wel genomen. Hè. Dus de stopzetting is een feit. Als ik mag tussenkomen. Voor mij hoeft die informele gemeenteraad niet meer. Want ik kan me niet voorstellen wat je meer gaat zeggen dan dat we nu al weten. Maar het eigenaardige van heel het systeem is, inderdaad, zoals de collega zegt, wat een hobbelig parcours dat geweest is. Dat is nu de derde stap in heel de affaire. Eerst sluiten op 36, dan uitstoofscenario. Volgende schooljaar, 1 september, blijft het zoals het nu is. Ik sluit me aan, dat is helemaal geen onderbouwd dossier. Veel te vlug beslist, zonder dat je weet wat dat de gevolgen zijn naar leerkrachten toe, naar de ouders toe. Er is inderdaad al heel wat kwaad geschied. Want ik hoor dat er al verschillende leerlingen ingeschreven zijn in andere scholen. Dus ik vraag me af, het is hier al voor een stuk gezegd, ik vind dat jullie moeten concrete en juiste informatie geven aan de ouders, hoe dat je dat gaat rechtzetten. Want u bent in de fout gegaan, u moet dat rechtzetten en u moet opnieuw reclame maken voor uw school, zodat er opnieuw meer kinderen komen naar september toe. Ik ben het daar niet mee eens. Ik ben inderdaad eens dat we moeten de ouders informeren en dat we moeten duidelijke en correcte informatie meegeven. Dat ben ik van overtuigd en dat gaan we ook zo doen. We hebben ook wel duidelijk gesteld in de vorige raad dat onze beslissing eigenlijk duidelijk onderbouwd is eigenlijk op basis van de ratio. Oké, hoe dat we daartoe gekomen zijn, dat is een vraag geweest in de vorige raad en daar gaan we ook op ingaan, of je dat nu wil of niet. Je bent ook niet verplicht van te komen daaromtrent. Dus wij gaan dat ook gaan doen. Het is zo dat inderdaad, we hebben dat de voorgaande keer dat over het participatietraject, dat er wel wat over te zeggen is. Oké, daar moeten we niet op terugkomen. Oké, je mag dat nog 20 keer herhalen, maar dat blijft wat het is. Het is wel zo dat wij 100% staan eigenlijk achter de beslissing die we wensen te nemen om het te sluiten. Over het parcours dat we gaan doen, het doel is gesteld. Over het parcours, daar zijn nog een aantal mogelijkheden in eigenlijk, en daar gaan we zeker mee in overleg gaan. Dat zijn we nu tot toe ook al gedaan. Eigenlijk. Er zijn ook al stappen in die richting gemaakt. En dat gaan we ook verder doen. Ik heb inderdaad ook met de ouderraad samen zitten van, kijk, hoe gaan we de komende jaren organiseren om eigenlijk het kwaliteitsvol onderwijs te kunnen waarborgen, eigenlijk ook naar sociaal karakter.
Maar nu eigenlijk ouders nog een valse hoop geven eigenlijk, of nog een stimuleren eigenlijk nog om te inschrijven, ik denk dat dat een heel verkeerd signaal is naar ouders toe. Ze zijn welkom, we gaan ze niet weigeren, maar ze gaan wel duidelijk gesteld worden, oké, dat is de situatie waar dat we naartoe gaan. Ik denk dat dat heel duidelijk is. Ik denk dat de doelstelling heel duidelijk geformuleerd geweest is. Het is ook wel zo, en daar ga ik mee eindigen. We hadden altijd gezegd van, we gaan eerst de beslissing toelichten. Eigenlijk. We waren daarop verplicht, omdat wij in eerste instantie voor 1 mei dat moesten doorgeven. Dat bleek dan, we hebben daar dan een stuk op teruggekomen, omwille van te luisteren naar de ouders, dat we hadden op die ouderavond dat we georganiseerd hebben, en na de individuele gesprekken. Ik denk dat het ook wel, dat je het in een ander kader kunt zien, dat het ook wel positief moet ervaren worden, dat er kan bijgestuurd worden. Wij konden even moeten zeggen van, oké, wij stoppen op 1 juni, of op 30 juni, en dat is het zo. En met alle gevolgen van dien, wij zijn dat niet gedaan, we hebben daar eigenlijk geluisterd en we hebben een aantal aanpassingen uitgevoerd daaromtrent en we gaan dat nog doen. Oké, maar op de beslissing zelf, dat is een vaststaand feit, daar staan we achter eigenlijk met onze fractie. Oké, dan gaan we dat ook zo gaan uitvoeren. En ik denk dat het niet kan, dat er nu op vandaag, dat er nog bepaalde twijfel naar de ouders toe van de leerlingen die nog wensen te komen naar onze school, dat die twijfel moet weggenomen worden. Eigenlijk. Dus ze hebben recht op duidelijke informatie en die gaan ze krijgen. Maar we gaan dan ook, en daar sta ik heel erg op eigenlijk, nog kwaliteitsvol onderwijs organiseren eigenlijk, en in alle faciliteiten die nodig zijn om de komende jaren, die hier nog waar de school hier nog doorgaat, om dat ook te gaan zo uitvoeren. En het is ook wel zo, er zijn een aantal zaken over te zeggen. We hadden wel gezegd van oké, we gaan de beslissing nemen en dan gaan we de zorg moeten nemen, gaan we de nazorg moeten doen eigenlijk, die betrekking heeft tot onze beslissing en die nazorg die zijn we nu aan het leveren. Ja. U spreekt over kwaliteitsvol onderwijs en het sociale karakter te garanderen hier in de school nog de komende jaren. Maar ik vraag me af wat dat sociaal karakter nog zal zijn als er een leegloop is in die school. Wat dat er ongetwijfeld nu wel zal zijn. Hè. Waarom kan die school... ik begrijp nog altijd niet waarom dat het nu per se toe moet en dat er geen kans kan worden gegeven de komende 4 of 5 jaar. We kunnen nog een keer al de argumenten van de vorige gemeenteraad... terug oproepen de instroom is inderdaad wel minder dan de uitstroom, maar de instroom is de voorbije jaren wel gestegen. Het aantal kleuters is verdubbeld van 10 naar 25 gegaan nu, in een jaar en een half tijd. Waarom kreeg die school nu geen kansen meer? Want je kunt toch ook niet wegnemen dat er daar toch al fors in geïnvesteerd is de voorbije jaren. Is dat dan allemaal voor niets geweest? Kunnen we nu niet gewoon nog een duw doordoen om dat toch nog een kans te geven? En inderdaad, de site van het kind is misschien een mooi gegeven. En ja, dat klinkt wel heel mooi in de oren. Maar keuze geven aan de ouders waar dat ze hun kind naar school sturen, klinkt ook mooi in de oren. En is er destijds voor gekozen geweest, toch? Mevrouw Maton, ik ga inderdaad de discussie niet helemaal meer opnieuw voeren. Nee, ik denk dat wij duidelijk hebben gesteld dat we hier in het kader van die site van het kind hierop staan willen samenwerken en verder investeren ook in de site... waar er wel een stabiliteit is in West-Rozebeke. En dat is daar ook onze plicht om daar verder te investeren op alle soorten vlakken. En nogmaals, de keuzevrijheid is hier nog altijd in Staden, deelgemeente Staden, waar er op vandaag nog altijd 3 netten zijn voor 1 deelgemeente, is nog altijd gewaarborgd met het GO die hier ook aanwezig is. Dus bij deze, we kunnen het nog een keer helemaal opnieuw doen, maar ik denk... Nu, sowieso wat betreft de informele gemeenteraad, er is er zo één. Sowieso een informele gemeenteraad... met nog wat andere punten ook. Sowieso zal er een informele gemeenteraad zijn. Maar goed, we moeten ook geen discussie of debat houden als er geen vraag naar is. Ja, ik ga afsluiten met alleen maar te zeggen dat wij zeer sterk betreuren dat er, zoals ik in de vorige keer zei, de ambitie er niet is om daaraan verder te werken. Dat is een keuze, plots holder de bolder. Zeker niet ondersteund. We zien de gevolgen van dien. Ik heb nog één vraag. Zijn jullie bereid om de brief die je volgende week naar de ouders gaat sturen, eerst door te sturen naar de fractieleiders? Omdat wij belangrijk vinden dat er daarin staan en dat er daar objectieve informatie in staat. Je hebt al een paar keer geflaterd en de bal misgeslagen. Ik denk dat je nu de verantwoordelijkheid moet opnemen om een objectieve, correcte brief te schrijven naar de ouders, zodat het kan en niet kan. Zonder dat je er een sneu van heeft van, je moet niet meer komen. Ik ga niet akkoord dat je zegt dat we geflaterd hebben. Ik kan je wel stellen dat wij bijgestuurd hebben waar nodig.
in functie van het kind, in functie van de leerkracht, in functie van de schoolgemeenschap en in functie van de burger. Ik vind dat holle woorden, want al niet wetende dat je niet kon weigeren van kinderen in te schrijven, dat al niet wetende is een flater. Want er is geen ene wet die zegt dat een ouder zijn kinderen niet kan inschrijven in het eerste leerjaar. Maar jullie hebben gepropageerd van doe het niet en gebeld naar de ouders doe het niet. Ja, wij hebben eigenlijk inderdaad... Terwijl dat wettelijk geen enkele reden was. Wij hebben op vraag van de ouders. Oké, hebben we heel snel terug een communicatie uitgevoerd eigenlijk, waarop we gezegd hebben, oké, we gaan eigenlijk ageren op de vraag van de ouders eigenlijk om toch nog iets langer open te blijven. Dat hebben we gedaan. We hebben ook gezegd dat we geen signalen wilden geven eigenlijk om een instroom te genereren eigenlijk in de school, om geen valse hoop te geven en om geen vals optimisme te creëren. Inderdaad, dat we daar een aantal stappen overgeslagen hebben, daar ga ik mee akkoord. Daar ga ik volop mee akkoord eigenlijk. En daar ga ik ook niet op terugkomen. Maar ik ga dat geen flaten noemen. Ik zeg altijd, we zijn ook groot in het feit dat wij durven bijsturen en dat we durven aanpassingen doen in functie van. Oké, en dat heeft, iedereen kan daar een eigen mening of een eigen betekenis aan geven. Maar ik denk dat het traject dat we nu gaan volgen, of dat we bezig zijn met volgen eigenlijk, dat dit een goed traject zou doen. Misschien ga ik eindigen, ik weet het niet, maar zien we dat er nog het woord zal voeren. Maar in ieder geval, hè, met betrekking tot het schrijven die wij richten, denk ik dat je het vertrouwen zult moeten geven, ondanks dat dat misschien vanuit jullie kant moeilijk is. Wij gaan daar niet met jullie over gaan kijken hoe dat we dat schrijven opmaken. Te meer omdat wij samen met de diensten altijd vanuit een objectieve hoek communiceren. Duidelijk ook wat dat er op dat moment gecommuniceerd moet worden doen, zonder enige sneer of zonder enige dit of dat. Dus die communicatie zal vanuit onze kant betrekken. En om te eindigen, wij hebben hier in staat nogmaals de ambitie om samen te werken en in West-Roosbeek de ambitie om verder in te zetten op dat gemeentelijk onderwijs. Dan ga ik afronden met danken voor de brug die je bouwt. Dank u. Maar ik ging nog een vraag stellen, maar het is nu overbodig, want ze is al geantwoord. Jullie kiezen nu om per 1 september hetzelfde systeem aan te houden zoals nu. Zelf te betalen, de kleuterlijsten en zo verder. Mijn vraag ging zijn, wat ga je dan doen naar het tweede jaar toe, van inspanningen toe? Maar ik heb het antwoord goed gehoord. Jullie laten het onderwijs vallen, zoals in het water. Dus het is een duidelijk antwoord. Geleid door de financiële directeur Druel. Dus dat wil ik nog meegeven. En de volgende gemeenteraad is op 27 juni. Daarmee rond ik de gemeenteraad af. Ik dank u en goedenavond.